Mijn naam is Mirjam Koret. Ik heb de afgelopen jaren bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam het veranderingsproces begeleid. Dit videocollege gaat over de vraag waarom het belangrijk is om vanuit de bedoeling te werken en te organiseren. Mijn naam is Wouter Hart en samen met Maris Buiting schreef ik het boek Verdraaide Organisaties met de subtitel Terug naar de Bedoeling. Mijn vijf jaar oude zoontje Jasper staat stoms bij mij achterop op de fiets, op de bagagedrager. En als er dan bobbels in de weg komen of er komt een scherpe bocht, dan sla ik mijn arm om hem heen om hem wat te helpen. Zijn reactie is dan altijd gelijk om als het ware in mijn arm te gaan hangen. En zelfs als de weg dan weer recht is, blijft hij daarin hangen. En pas als ik mijn arm weer weghaalt, gaat hij weer zelf staan. De reactie die wij hebben op steunstructuren is dat daardoor iets in onszelf wordt gedeactiveerd in slaap wordt gesust. Denk aan het rijden via navigatie, dan weet je minder goed waar je bent en je let iets minder alert op op de omgeving. En binnen organisaties is dat niet anders. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat als je achter een proces een controle toevoegt, dat dan de controle-alertheid in het proces bij mensen omlaag gaat. Of laat zes mensen een taart bakken en loop dan halfweg dat proces binnen en zegt dat je de nieuwe leidinggevende bent. Wat gebeurt er dan met het leiderschap van die zes mensen? Die gaat omlaag. In de organisaties waar jullie werken zal ongetwijfeld in het meerjaren beleidplan staan dat we flexibele en ondernemende professionals nodig hebben om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die voor ons staan en dat daarom het eigenschap lager belegd moet worden. Maar in de praktijk sturen we door onze managementlogica precies op het tegenovergestelde. Niet op het eigenaarschap, maar juist op het dominant maken van de steunstructuren waar mensen toch al gevoelig voor zijn. De protocollen, de instructies, de schablonen, het jaargesprek, prins 2 prestatieindicatoren. En we onderschatten daarin enorm hoe dat als het ware de mensen in slaap zust. Hoe dat mensen ontslaat om hun verantwoordelijkheid zelf te nemen. Met de rest van dit videocollege wil ik je uitnodigen om stil te staan bij hoe steunstructuren wel of niet kunnen helpen. En hoe belangrijk het daarin is om stil te staan bij de bedoeling. Dat waar het uiteindelijk werkelijk om gaat. Door de focus op de steunstructuren gebeurt er nog wat anders. We raken namelijk het zicht kwijt op waar het werkelijk om gaat. En de regels worden belangrijker dan het oplossen van het probleem. Of het invullen van het schabloon voor de uh, gesprekscyclus, of de leergesprekken, wordt belangrijker dan de vraag hoe komt het nou dat mensen wel of niet zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling? En hoe kunnen we die dynamiek met elkaar beïnvloeden? Anders gezegd, de bedoeling achter de steunstructuren raakt uit het zicht. Een filmpje over een Amerikaanse voetbalwedstrijd illustreert dit op een prachtige manier. Wat gebeurt hier nou? Als wij samen een Amerikaanse voetbalwedstrijd zouden spelen en ik zou aanvallen, en ik zou met de bal op je aflopen, dan zou jij mij tegenhouden, je zou me blokken. Het probleem is dat deze mensen zijn geprofessionaliseerd. Die hebben de hele week getraind op en in de voorbereiding gesproken over alle werkafspraken en alle spelpatronen en dat is hun houvast geworden. En daardoor hebben ze als het ware het contact met wat uiteindelijk ook weer de bedoeling van het spelletje was verloren. En de vraag is natuurlijk hoe zit dat in jouw organisatie? En hoe zit dat in jouw werk? Wat is jullie houvast? En in hoeverre gebeurt het ook jullie dat dan de bedoeling er als het ware tussendoor loopt? En is het niet opvallend dat eigenlijk in alle maatschappelijke organisaties die bedoeling verloren is gegaan? In allerlei van dat soort kleine voorbeelden, zoals ik net noemde, maar ook in het groot. De overheid moet zichzelf opnieuw uitvinden. Banken zijn van de bedoeling afgedreven en vervullen niet meer de rol waar ze ooit voor zijn opgericht. Woningcorporaties moeten terug naar de kerntaak. Met de decentralisaties gaan we via de keukengesprekken weer achterhalen wat werkelijk nodig is voor mensen en wat ze zelf kunnen. En in het onderwijs gaan we nu met elkaar werken aan passend onderwijs. Maar waar hebben we dan de laatste tientallen jaren aan gewerkt? Hebben we heel bevlogen samen, hard gewerkt aan het creëren van niet-passend onderwijs? Nee, natuurlijk niet. Maar we hebben gedacht die klantgerichtheid te organiseren door juist de steunstructuren centraal te zetten. Maar daardoor ga je juist niet de leerling centraal zetten, niet de burger centraal zetten, of niet de cliënt centraal zetten, maar het zorgaanbod, of het curriculum, of de vergunningenstraat, of de uitkering en alle werkafspraken die we daar omheen hebben gemaakt met elkaar. Samengevat: door de focus op steunstructuren te leggen, ontnemen we mensen de verantwoordelijkheid om er echt zelf voor te gaan staan. ...en verliezen we de bedoeling snel uit het oog. En dat kan natuurlijk ook wel anders. Laatst gaf ik een lezing aan het topmanagement van een grote overheidsorganisatie. En tijdens die lezing zei een van de mensen uit het publiek... ...dat ze in die organisatie waren teruggegaan met het aantal leidinggevenden... ...naar een ratio van één leidinggevende op twintig medewerkers. En ik zei eigenlijk gelijk, oh dat klinkt heel erg dom. En er ontstond wat geroezemoes in de zaal, want zij hadden er natuurlijk met elkaar lang over nagedacht. Maar ik ben steeds gevoeliger geworden voor wanneer we met elkaar weer in de managementreflexie schieten. En waarin we gaan standaardiseren bijvoorbeeld in dit geval, wat eigenlijk om variatie vraagt. Want ik kan me niet anders dan voorstellen dat het ene proces het andere proces niet is. Dat de ene groep mensen de andere groep mensen niet is en dat de ene leidinggevende de andere leidinggevende niet is. Dus de kans dat 1 op 20 een slim antwoord is voor al die gevallen lijkt mij nihil. Behoorlijk kansloos. En ik vroeg ze: wat is eigenlijk de bedoeling achter die 1 op 20? En iemand zei: Nou, dat we komen tot passend leiderschap, waarin je zoveel mensen aanstuurt dat je niet meer geneigd bent de inhoud over te nemen, maar dat het er niet zoveel zijn dat je ze niet meer kunt kennen. En ik vroeg de aanwezige leidinggevende, ongeveer 90 in de zaal, om voor zichzelf allemaal de vraag te beantwoorden waar zij op uit zouden komen als ze samen met hun team en hun direct leidinggevende een antwoord zouden geven op die bedoeling. En het laagste aantal dat ik terugkreeg was 1 op 12, het hoogste was 1 op 65 en alles daartussen, maar niet 1 op 20. Maar waarom sturen we dan op zo'n moment via 1 op 20? Want aan de ene kant slaan we de plank mis, want 1 op 20 is natuurlijk helemaal niet effectief en efficiënt als je op sommige plekken ook met 1 op 65 af kunt, maar waar op andere plekken 1 op 12 nodig is. Maar tegelijkertijd ontslaan we dus weer mensen van het voeren van het belangrijke gesprek over hoe zij een invulling geven aan dat passende leiderschap. Sinds het verschijnen van ons boek in 2012 zijn er binnen drie jaar meer dan 33.000 exemplaren verkocht. We hebben op meer dan 600 plekken lezingen gegeven in de top van alle maatschappelijke organisaties en bij de mensen die de waarde creëren aan de klant. En wat ons opvalt is dat iedereen aanvoelt dat we zijn vastgelopen en iedereen ook een verlangen heeft om het anders te gaan doen. Maar dat ook iedereen het gevoel heeft dat ze daarin een minderheid zijn. Maar dat zijn we niet. En we moeten elkaar gaan vinden op het feit dat we daarin elkaar nodig hebben om een slag te maken. Dat vraagt van de professionals die de waarde toevoegen aan de klant dat ze meer durven gaan staan voor hun verantwoordelijkheid. En vandaar ook niet te bang zijn om af en toe over lijntjes te kleuren. We zijn een beetje te braaf geworden en verschuilen ons te vaak achter de regels en de steunsystemen. En van de managers en de bestuurders vraagt het om veel reflectiever te worden op hoe mensen in elkaar zitten en wat dat betekent voor hoe we organiseren. En in ieder geval om met elkaar wat minder stellig te worden in de logica van die managementreflex, die niet meer klopt. Tot slot zou ik willen zeggen: blijf je verwonderen, blijf vragen stellen en ga met elkaar het gesprek aan over de bedoeling. <totstuken>